Als ik iets ga doen, dan ga ik altijd van het ergste uit. En dat maakt mij angstig en soms ook een beetje depressief. Waarom doe ik dit? Mijn hele leven is een aaneenschakeling van nare gebeurtenissen, waarvan de meeste nog nooit hebben plaatsgevonden. Dus soms kan je zo in je hoofd zitten en zo erg aan het voorbereiden op negatieve, nare dingen en daar eigenlijk angstig van worden. Terwijl als je daarnaar kijkt, dan lijkt het helemaal niet realistisch. Het brein, het is een primitief brein en het brein is gericht om gevaar te detecteren en daarop te reageren. Welkom bij de mentale spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van waardevolle tips en informatie. Mijn naam is Chris, mindbodyarts, en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En vandaag hebben we weer een vraag voor jullie voorbereid. En de vraag die luidt als volgt. Als ik iets ga doen, dan ga ik altijd van het ergste uit. En dat maakt mij angstig en soms ook een beetje depressief. Waarom doe ik dit? Dat is een goede vraag. En voordat we trouwens beginnen, want dat heb ik nog niet gezegd, ik ben ook verkouden. Dus als je me soms ineens mijn hoofd ziet omdraaien, dan heb ik geen Gilles de Latourij of wat dan ook. Dan is het echt mijn neus. Dus ik heb ook een noodkit, een tempootje hier klaar liggen. Maar um, ja, ik heb net mijn neus gespoeld. Dus ik hoop dat dat voldoende is. Ja, uh, dat dus je ook uh, verkouden bent, terwijl het best wel uh, in de zomers is, hè? Ja, ja, ja. maar ja, goed, dat hoeft, uh, het weer hoeft niet altijd uh, de oorzaak te zijn natuurlijk. We hadden natuurlijk een bruiloft afgelopen weekend. Dus uh, misschien dat ik daar ergens een virusje heb opgelopen. Ja, zou goed kunnen. Ja. En, uh, hopelijk dat het geen snotterend succes wordt. Maar nee, gewoon... precies. Maar dan uh, haal ik de microfoon echt. Dus dat uh, komt wel goed. Maar dan weet je in ieder geval waar mijn stem een beetje uh, ja, wat dieper is, denk ik. Wat nasaler, als ja. we dat noemen. Ja. Maar goed. Waarom? Uh, ja, waarom dus, dus on, de luisteraar vraagt eigenlijk van waarom zij of hij altijd van het ergste uitgaat. Waarom ja, ik... zou zij dat doen? Ja, ik moet gelijk denken aan dat uh, in de psychologie denkfouten noemen. Dus denkfouten of gedachtenfouten zijn eigenlijk twee woorden voor hetzelfde. En dat zijn een soort van mentale shortcuts die het brein neemt. En het brein die doet dat om ons veilig te houden en om nou ja, informatie eigenlijk efficiënter te verwerken. En een zo'n denkfout, dat wordt ook wel catastroferen genoemd. Oftewel uh, doemdenken. Dat is denk ik de Jip Janneke variant van catastroferen. Mm -hmm. En dat is dus eigenlijk onze neiging om eigenlijk van het ergste uit te gaan, een doemscenario eigenlijk in ons hoofd te hebben. En dat dat eigenlijk automatisch gaat. Dus stel je voor, hé, jij zegt nu van, hé, ik ben verkouden, sorry jongens. Um, als ik een beetje aan het snotteren ben, dan uh, pak ik mijn tempootje erbij. Nou, een catastrofeervariant in jouw hoofd zou nu bijvoorbeeld kunnen zijn van, oh, um, straks, uh, straks loopt het, uh, het water mijn neus uit en dan... Uh, dan, dan gaat misschien mijn microfoon stuk. En dan kunnen we deze podcast niet meer doen. En dan uh, zijn de afgelopen jaren voor niks geweest. En wat gaat er dan gebeuren met me in de toekomst? En nou, dan raak ik mijn hele financiële zekerheid kwijt. En dan word ik dakloos. En dan zit ik op straat. En er zit niemand op te wachten. En ik hou niet van onder een brug slapen. Dat soort. Uh. Mijn neus begint er spontaan van te jeuken. Als ik het uh, zo hoor. Nee, en dit is natuurlijk wel. Um, ja, dus in de, en in dit geval natuurlijk, kijk, dat jij verkouden bent... dat betekent niet dat onze podcast gelijk... Uh, dat deze aflevering uh, waardeloos wordt... of dat dat gelijk uh, zonder van je tijd was... en dat de hele podcast eraan gaat. Dat is natuurlijk een beetje vergezocht. Ja. Um, maar het idee namelijk van... Hey, dat, dat, dat een, een kleine reële dreiging uiteindelijk tot iets groots uitloopt... dat is wel echt uh, hoe dat bij catastroferen gaat. Ja. Ja, want, want, want stel je voor dat we dit als voorbeeld nemen. Hè? Want we hebben niet echt een duidelijk voorbeeld gekregen wanneer ze dat doet. Maar ik neem aan dat ze het bijna altijd doet. Maar stel je voor met de podcast. Hè? Ik heb een snopneus en, uh, en ik ga van het ergste uit. Wat zou daar de functie van zijn dat mijn brein dat denkt of mij probeert te beschermen? Zeg maar al die gedachten creëert. Ja. Wat is daar de functie van? Want als ik, ik. Ik ben niet echt een doemdenker. Maar stel dat ik echt een, een ras echte doemdenker was een catastrofeerererer, om het even zo te noemen. Waarom zou ik dat doen? Ja, een reden kan zijn, is dat op het moment dat jij gaat doen, denk ik... ik ja, ik vind het, in deze context misschien een beetje lastig. Maar stel je voor dat jij uh, komende week een tentamen hebt... of een hele belangrijke toets, je bent ook verkouden. En je gaat nu ook bijvoorbeeld denken van... hé, hey, doordat ik verkouden ben, dan kan ik vannacht niet slapen... en dan slaap ik een paar nachten niet, en dan mis ik mijn toets... en dan kan ik geen arts meer worden... en dan eindig ik als uh, schroevendraaier ergens. Um, het doemdenken, eigenlijk dan van hé, hey, ik ga mijn tentamen niet halen, dat kan dan een, 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 ten eerste iets zijn wat belangrijk voor je is. Dus daar kan ook een waarde in verborgen liggen. Dus hè, als jij nu gaat doemdenken over deze podcast, of als je gaat doemdenken over het tentamen dat je niet gaat halen door je snotneus, dan kan dat sowieso al een reden geven van hé, hey, dat doel dat je wilt behalen, dat betekent blijkbaar iets voor je. In die zin, als deze podcast je niks had geïnteresseerd, of als dat. Uh, het arts zijn je niks had geïnteresseerd... dan zou je daar ook niet echt over gaan denken. Dus ja. dat is uh, sowieso een verborgen waarde zit erin. Um, maar ook op het moment dat jij bijvoorbeeld een doemgedachte hebt... dan kan dat ook onbewust van jouw brein een idee zijn van... Hey, als ik me op het ergste voorbereid, dan kan het alleen maar meevallen. Ja. En dat kan een soort van een, 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 een vals gevoel van vertrouwen geven. Controle, of? Ja, precies. Precies, dus dat kan een, een, je een beetje schijnvertrouwen geven. Dus als je denkt van hé, hey, op het moment dat, um, dat je eigenlijk nu al in je hoofd gaat voorbereiden wat de worst case scenario's zijn, dan kan het eigenlijk alleen maar meevallen. Ja, ja dat hoor je dan inderdaad. Hè. Als je van het ergste uitgaat, dan kan het alleen maar meevallen. Ja. En, en ik denk in praktische zin kan dat ook een beschermer zijn. Als je voor dat je. Ja, je, je maakt een presentatie en je zegt: in het ergste geval heb ik een 6, omdat ik wel mijn best heb gedaan. En je hebt een, een 6, of je hebt een 5. En je denkt van nou ja, dat was een beetje volgens de verwachting. En als je een 8 hebt, dan is het feest. Ja. Dus in praktische zin is het dus wel heel handig om, om daarvan uit te gaan. Maar op mentaal gebied kan ik me voorstellen dat het best wel beangstigend is. Als jij bij voorbaat, misschien ook die denkfouten maakt en, en inschattingen maakt. Of, of dingen erger inschat dan dat ze zijn. Want ons brein werkt zeg maar niet zo makkelijk dat het brein dat dan gewoon denkt van nou weet je, in het ergste geval uh, ga ik morgen dood en dan is er niks meer en dan verlaat ik iedereen. Ik, ik noem maar wat, of, of bijvoorbeeld met die baan van werk ik in de McDonald's en is dat mijn leven. Um, ons brein die leidt daar meer onder dan dat je gewoon rationaal denk, rationeel denkt van ja, nou ja, dan doe ik maar zo'n functie, dan is dat ook helemaal prima. Want we worden daar ook een beetje depressief angstig van op de lange termijn. Ja, dus dat is zeker een, een, een bijgevolg die het kan hebben. Dus van de ene kant heeft het iets positiefs, want het kan inderdaad meevallen. Maar aan de andere kant heeft het natuurlijk ook heel veel negatieve dingen. En het is natuurlijk ook de vraag: hè? dus op het moment dat jij gaat solliciteren, je noemde net de McDonald's, je gaat bij de McDonald's solliciteren je denkt ze van: hé, hey, ik word er toch niet. Um, ja, dan kan het aan de ene kant natuurlijk alleen maar meevallen. Maar aan de andere kant, als je er al naartoe gaat met het gevoel: ik word er toch niet, anderen zijn beter, anderen hebben meer ervaring met burgers inpakken en. Um, uh, afrekenen en geld wisselen en dergelijke, dan ga je misschien ook met minder je best doen op het moment dat je daar naartoe gaat. En ja. de kans dat je dan daadwerkelijk die baan krijgt, die ligt mogelijk ook lager. Want als jij van jezelf eigenlijk al niet zoveel verwacht en als je al aan het doemdenken bent, nou, ik ga er dan ook vanuit dat dat ook een beetje, uh, dat je dat ook een beetje uitstraalt. Of dat je wat minder enthousiast bent of dat je wat terughoudender bent of dat je vragen, ja, dat je jezelf gewoon eigenlijk wat minder goed verkoopt, omdat je het zelf eigenlijk ook niet helemaal gelooft. Ah ja. Dus wat jij zegt eigenlijk is dat, dat dat doemdenken... heeft ook daadwerkelijk effect op het gesprek. Ja. ja dus, dus van de ene kant heeft het iets positiefs. Dus het doemdenken... Het, 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 nou, het, het heeft niet iets positiefs. Het doemdenken geeft ons het gevoel dat we controle hebben... omdat we ons voorbereiden op de meest erge situatie. En als je gaat doemdenken, dan, um, dan kan het alleen maar meevallen. En zeker voordat er een erge situatie gebeurt... dan is de kans dat je daar wat meer op kan reageren. Je brein denkt dan dat die wat groter is... Maar in effect is dat helemaal niet zo. Want ja. je gaat je anders opstellen in zo'n situatie. En de kans dat je de dingen krijgt die juist belangrijk voor je zijn, die zijn juist ook weer kleiner. Ja. Dus het, het geeft ze echt, echt die schijncontrole. Ja, het doet me een beetje denken aan. Um, we leven natuurlijk in een digitaal tijdperk nu met onze social media telefoontjes. Maar soms, heel uitzonderlijk, is je telefoon leeg. En vroeger, herinner ik me, als je op straat liep en je wist de weg niet. Of, uh, of je wilde weten welke bus naar waar ging, dan vroeg je dat gewoon op straat. Het is een heel onbekend fenomeen nu deze dagen dat je mensen op straat vraagt van, hé, hey, waar moet ik naartoe? Hoe kom ik daar? Ja. En ik kan me voorstellen dat als jij dan bang bent en denkt van, hé, hey, maar mensen zitten helemaal niet op mij te wachten. Mensen zitten überhaupt niet te wachten dat ik zo'n vraag stel waar ik naartoe moet. Mensen willen mij niet eens spreken waarschijnlijk, want ze zijn allemaal druk bezig met hun werk, met hun telefoontje, met een dit en dat. Dat je jezelf dan ook saboteert van het vragen waar je naartoe moet. En misschien aan urenlang gaat zoeken naar iets, terwijl je het ook gewoon even kort kunt vragen. En als, het het, als je het dan vraagt aan die mevrouw daar verderop, dan vindt hij het ook helemaal niet erg om te antwoorden. Ja. Maar we, we creëren zo'n slecht scenario, zo'n pessimistisch scenario, dat je het of niet doet, of dat als je het vraagt, je ontzettend gespannen daar denkt: van... oh, gaat ze het wel oké okay vinden of niet? En dan valt het mee. Dus. Ik heb ook wel het idee dat doemdenkers en mensen die catastroferen, dat die nogal irreële of onrealistische scenario's schetsen. Klopt dat? Ja, zeker, zeker. En um, wat je eerder ook al zei, hè, van, je kan er zowel wat somber van worden als wat angstig van worden. Als je dit het aan het doen bent, dan ben je de hele tijd bezig met de toekomst. En ik kan me ook een, uh, een quote herinneren die ik heel bijzonder vond. En dat was, uh, die quote ging een beetje als volgt. van. Mijn hele leven is een aaneenschakeling van nare gebeurtenissen. Um, waarvan de meeste nog nooit hebben plaatsgevonden. Mm. Dus soms kan je zo in je hoofd zitten. en zo erg aan het voorbereiden op negatieve, nare dingen. en daar eigenlijk angstig van worden. terwijl als je daarnaar kijkt, dan blijkt het helemaal niet realistisch. En dat angstige, dat herken ik ook heel erg bij cliënten. Ik heb veel um, uh, cliënten. en wat, wat ik bijvoorbeeld vaker tegenkom. Is dat op het moment dat er doemdenken uh, plaatsvindt of catastroferen plaatsvindt, um, dat dat ook heel veel effect heeft op wat ze daadwerkelijk doen in hun dagelijkse leven. Dus iets wat bijvoorbeeld vaker voorkomt in het kader van bijvoorbeeld sociale angst, is dat, um, en ook bij pleinvrees, is dat um, mensen eigenlijk zich aan het voorbereiden zijn op een grote afwijzing. Dus stel je voor um, dat je bijvoorbeeld gaat uh, presenteren en dat je heel erg bang bent om te presenteren... en dat je dan heel erg bang bent dat mensen je afwijzen... omdat je bijvoorbeeld uh, wat roder kleurt. Ja. En dat iedereen ziet dat je zenuwachtig bent... en dat je daardoor de presentatie verknald hebt. Maar ook wat ik vaak uh, terug hoor... zijn cliënten die dan uh, op straat bijvoorbeeld zijn... en die hebben ooit een paniekaanval gehad... of een angstaanval gehad... en die zijn dan heel erg bang dat ze dan in het openbaar... een paniek- of een angstaanval krijgen waarin ze bijvoorbeeld door hun benen zakken of bijna flauw vallen... of dat mensen zien dat ze angstig of paniekerig zijn... en dat er dan een soort van sociaal construct in hun hoofd zit... dat dat een grote afwijzing eigenlijk is. Dat iedereen naar je kijkt van wat ben jij raar of wat ben jij gek. Ja. Het moment dat je aan het, um, dat jij je niet helemaal thuis voelt in je eigen lichaam... Hè, dat, dat is iets wat we dan derealisatie noemen... of dat je dingen anders waarneemt dan dat ze daadwerkelijk zijn... Um, dat iedereen aan je ziet dat je er raar of gek uitziet. En dat, dat mensen dan bang zijn van: oh, of ik word psychotisch. Of ik eindig in een gesloten inrichting. Of um, iedereen die ziet aan mij dat ik raar of gek ben. En die gaan me aanspreken of naar me wijzen. Gewoon allerlei dat soort doemgedachten. Ja, maar wel best onrealistisch. Ja, terwijl als je inderdaad. Ik ken de cliënten natuurlijk ook. De, aan hen zie je helemaal niet dat dat in hun hoofd afspeelt. Het zijn ja. gewoon hele. Hele normale mensen die hele normale dingen doen. Dus het is ook niet dat ze denken van... hé, hey, ik ga iets heel geks doen... en daar kunnen mensen daadwerkelijk een mening over hebben. Het is niet dat ze denken van... hé, hey, ik ga midden in de winter in bikini over straat lopen. Ja. Waarvan je denkt van... nou, dan snap ik als mensen zich om gaan draaien... en kijken van, hè, wat, uh, wat onverwacht, waarom doe je dat? Ja, ja. Maar het is gewoon letterlijk boodschappen doen... op straat gaan, uh, oversteken, um, naar, naar de winkel gaan... En dat je dan dus inderdaad bang bent dat je door je benen zakt... of dat je flauw valt, of dat iedereen ziet dat je in paniek bent. Of, uh... Ja, en, en, en wat, dan ook, wat ik wil toevoegen is ook... gedachten zijn ook krachten en hebben ook kracht. Dus als jij de ergste scenario's inschat, jouw lichaam reageert daar ook op. Jouw brein reageert daar ook op met de emotionele of lichamelijke... of psychische klachten, omdat die echt ervan uitgaan dat dat de, de case is. Ja. Zeg maar. Dus als we het nu bijvoorbeeld op tafel zetten van... hey, stevo, ik ga naar buiten en ik word ineens misschien aangereden... of mensen die, die, die denken dat ik gek ben... die kans is zo klein... In, als je het zeg maar bespreekt met iemand... dat die, heel veel mensen zullen zeggen... ja, maar hoe groot is die kans nou? Die is bijna, bijna nul. Maar ons brein interpreteert het wel als iets gevaarlijks. En ons brein creëert dan wel gewoon... de alarmlampjes, om het even zo te noemen... in de vorm van angst, depressie... maar ook gewoon bijvoorbeeld dat je gaat hyperventileren... hartkloppingen krijgt, buikpijn krijgt... hoofdpijn krijgt... of je duizelig wordt als je naar buiten gaat. Dus... Ons brein kan niet dat onderscheid maken van hey hoe realistisch is dit of niet? Want onze ja. gedachten die, die voelt het brein zeg maar echt om het even zo te noemen. Snap je wat ik bedoel? Ik snap heel goed wat je bedoelt en dat is dus ook precies wat je normaal in therapie doet. Dus op het moment dat er angst of doemgedachten zijn, dan ga je als allereerst ook kijken van hey hoe reëel is dit? En wat jij zegt hè, dus op het moment dat jij de verwachting al hebt van dat er iets vreselijks gaat gebeuren, Jouw lichaam die reageert al puur op die gedachten. En jouw brein kan inderdaad dan niet eigenlijk dat onderscheid maken van... ...hé, hey, is het een gedachte die het begin van deze visieuze cirkel is... ...en die al die angstsymptomen creëert? Of is het daadwerkelijk de situatie zelf? Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen... Pauseer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Zijn dus gedachten alleen, dat geeft al een lichamelijke angstreactie. En die lichamelijke angstreactie, dat kan dan, en dat is een andere, een andere gedachtenfout, emotioneel redeneren. Dus op het moment dat je angstig bent, dan kan jouw brein dus ook dat interpreteren als een reden dat het dus waar is hetzelfde is bijvoorbeeld met uh, bijvoorbeeld in een relatie. Kijk, stel je voor dat jij jaloers bent, dan kan je dus denken van, hey, puur omdat ik die emotie jaloezie ervaar of voel op dit moment, dan kan dat een reden zijn dat jij gaat denken van, hey, dan gaat mijn partner vreemd. Ja. Maar misschien heb je daar helemaal geen aanleiding voor. Maar is het puur op basis van de emotie? Dan trek je de conclusie, omdat ik dit voel, zou dat wel gaan gebeuren. Ja. En dat is even los van het vrouwelijke intuïtie. Ja, of, uh... ik wilde net aanvullen, ik denk, en dat intuïtiesysteem dan. Ja, Ja, ja. dus dat is um, in ieder geval het waard om te onderzoeken. En dat is dus ook, denk ik, een heel belangrijk punt. Op het moment dat er bij jou sprake is van doemgedachten of catastroferen. Kijk, de eerste reactie is: we worden er angstig van, we willen er niet over nadenken en we willen gaan vermijden en willen thuisblijven. Yeah. Dat we bang zijn voor de doemgedachte die uit kan komen. En wat je dus eigenlijk in therapie doet, is je gaat heel erg kijken van hé, hey, op het moment dat je angstig bent, in plaats van ervan weg te gaan en te gaan vermijden, dat je juist gaat kijken van hé, hey, laten we even de film op pauze zetten. Van hé, hey, wat gebeurt hier? Yeah. En, en wat neem je waar? En nou, laten we eens even gaan onderzoeken hoe reëel dat is. Yeah. Ik heb ook bijvoorbeeld cliënten um, gehad. En die zaten dan in het uh, randcriminele circuit. En die waren dan bijvoorbeeld um, in, in de bus of iets dergelijks. En die kregen dan heel erg paniek en die voelden zich heel gek aangekeken. Um, en dan, ja, het eerste wat je dan denkt is van, oh, dat is misschien vanuit een psychologisch perspectief, het eerste wat je denkt is van, oh, dat is uh, misschien uh, een beetje pleinvrees, agorafobie. Uh, hè, dat is gewoon angst en er is helemaal niks aan de hand, dus dat is helemaal prima. Maar deze jongen die werd ook wel eens geschaduwd. Dus dat betekende dat hij dan in bepaalde regio's in Amsterdam liep. En dat hij uh, ja, dat hij geschaduwd werd door ja, van die lusje mensen. En dat er soms ook wel wat gebeurde in, het, in, de, in de vorm van of een steekpartij of een, uh, een, een flinke ruzie. Het was een realistische angst. Dus bij Dus bij hem inderdaad, dan denk je zoiets van, hey, die angst die je hebt, ja, mogelijk is die wel realistisch. Dus ja, dan ga je niet denken van hé, laten we het gaan uitdagen en kijken hoe, uh, hoe reëel het is. Want ja, en, en ook al is het een 5 of een 10% kans, dan is het gewoon reëel dat je angstig bent. Ja. En in zijn geval was het dus eigenlijk ook van hé, op het moment dat jij geschaduwd wordt, wat dus echt een reële dreiging is, heb jij niet nodig dat je in, in een andere wijk gaat opgroeien. Ja. Ik heb ook cliënten gehad die dan bijvoorbeeld in het kader van um, die dan een islamitische afkomst hadden. En die dan bijvoorbeeld met een Nederlandse jongen gingen. En dat er heel veel tumult uh, in de familie teweeg bracht. En die konden gewoon naar bepaalde wijken eigenlijk in Amsterdam niet meer gaan. Uh, omdat die dus ook heel veel um, negatief tuig en dreiging kregen. En dan is ook de zaak van, hé, hey, wat heb jij nodig om je veilig te voelen? Dus in plaats van een opvang, bijvoorbeeld in de regio Amsterdam, gingen die dan naar Haarlem of een andere stad. Ja. Dus, dus kijk, soms is het ook heel makkelijk om te zeggen van hé, hey, uh, het is een angst en. Uh, uh, ja. en, en we moeten daarvan wegblijven... want het zit alleen maar tussen je oren. Maar soms klopt het ook gewoon. Ja, maar dat is wel zeer uitzonderlijk natuurlijk... voordat mensen thuis denken van... oh nou, uh, misschien uh, zit ik er toch... Uh, misschien is het toch terecht dat ik zo angstig ben. Ja, ja het is uh, voor de gemiddelde uh, Nederlandse bevolking... geen realistische representatie. Maar mijn punt is eigenlijk meer... en het is goed dat je dat zegt... mijn punt is meer van... kijk, op het moment dat je een bepaalde gedachte hebt... ga eerst uh, na van... hey, hoe reëel is dit? Ja. Op het moment dat jij nog nooit bent flauwgevallen... En je bent bang om te gaan flauwvallen. Ja, hoe groot is de kans dat je dan nu op een dag wel gaat flauwvallen? Ja. Op, het moment dat jij, um, uh, op het moment dat jij heel erg aan het piekeren bent. En je bent bang van, jouw katastroferende gedachte is, ik word gek. Hoe reëel is dat? Ja. Ze hebben vaak een beeld dan in hun hoofd. Dat dan op het moment dat je dan gek wordt, dat je dan opgenomen wordt in een gesloten inrichting. En dat je aan de medicatie zit en dat je geen eigen zeggenschap meer hebt over je lichaam. Ja. Terwijl als je dan gaat kijken van hé, hoe reëel is dat, dan is dat eigenlijk de reden dat ze denken dat ze gek gaan worden. Is dat ze gewoon heel veel piekeren. En dat ze een beetje gek worden van hun gedachten. Ja. Maar gek worden van je gedachten, dat is dan weer um, semantisch. Hebben mensen dan weer de associatie van, oh dan word ik echt gek. Ja, precies. Terwijl het is eigenlijk een, 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 een manier van dingen zeggen in het Nederlands. Ja, het is super interessant. En ik, uh, ik, ik, ik uh, doe nu mijn filosofische pet op. Ja, okay. filosofen hebben hoeden, denk ik, mijn filosofische hoed op. En ik ben dan heel benieuwd, want als je kijkt bijvoorbeeld duizenden, miljoenen jaren terug, kan ik me voorstellen dat er ook heel veel gevaren waren buiten. Er waren mm -hmm. wilde beesten, je wilde niet afgestoten worden uit je stam. Um, er was een kans dat je geen eten had en daadwerkelijk kwam te overlijden. Er was een kans dat een andere stam je zou overvallen of zou vermoorden om jouw aardappelen mee te nemen, ik noem maar wat. Dus ik kan me voorstellen dat ons, 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 ons brein ingesteld is op, het, op zeg maar de primitievelingen die we waren, om onszelf te beschermen, onszelf te laten, kunnen laten voortplanten en om te overleven. Maar als je kijkt in, de hedendaagse, in het hedendaagse leven waarin we nu leven, zijn er eigenlijk heel weinig echte gevaren waar wij, zeg maar, waarvoor we echt angstig moeten zijn. Ja. Laten we daar even heel eerlijk in zijn. Wat kan er nou gebeuren in Nederland? Die, die man die geschaduwd werd, Allah. Ja. Dat snap ik. Dat is, een, dat is een best wel primitief circuit ook, hè? Dat is gewoon een circuit waarin zeg maar, onderhandeld wordt... Met, uh, niet met geld, maar ook met daden. Ja. Zeg maar, een criminele circuit. Maar het normale circuit, als jij gewoon een baan hebt... en je gaat naar je werk toe op de fiets... en je komt terug om vijf uur en je gaat dan eten maken... hoe groot is de kans dat er echt, echt iets fout gaat of uit de klauwen raakt? Die is bijna nul, toch? Die, die is heel klein. Ja. Ik vraag me ook af, zijn angst en depressie ten gevolge van katastroferen of denken, zijn dat niet hele moderne ziektes of moderne gedachtenfouten? Ja, dus eigenlijk het, het, het idee wat je dus inderdaad zegt, is de... Kijk, het brein, het, het is een primitief brein en het brein is gericht om gevaar te detecteren en daarop te reageren. Dus je krijgt die angstgevoelens zodat je geen gekke dingen gaat doen. Ja. Maar inderdaad, de, de dreiging van heden ten dagen. Die is niet reëel of niet groot genoeg. Dus op het moment dat je jezelf inderdaad gek aan het maken met allemaal katastroferende gedachten, als je daadwerkelijk daar als een soort van Sherlock Holmes. Dat je gaat kijken van nee, hey, laten we eens hier naar gaan kijken. Hoe realistisch is dit? Uh, wat gebeurt er daadwerkelijk? Waar ben ik precies bang voor? Dan ja. zal je toch wel vaak tot de conclusie komen: inderdaad, dat dat helemaal niet reëel is. Dat ja. de dreiging die je zo ervaart. Dat is een, ja, het is eigenlijk een overreactie van het brein op een kleine dreiging. Dus het is meestal ook niet dat mensen, kijk stel je voor dat je heel erg aan het piekeren bent of zo. Uh, als je heel erg aan het piekeren bent, mensen zijn dan bijna meestal bang inderdaad dat ze gek worden. Mm -hmm. Maar als je heel erg aan het piekeren bent, ik heb nog niemand gehoord die zegt van hey, ik ben heel erg aan het piekeren en ik ben bang dat ik dan flauw val. Want ja. dat is ook geen logische conclusie. Ja. Dus er zit wel enige logica in dat catastroferen en het doemdenken, maar de, de, de meter is gewoon de verkeerde kant. Te ver, het is te ver doorgeschoten. Ja, precies. En ik kan me ook voorstellen dat als jij die gedachte hebt, dat je dan ook bepaalde situaties vermijdt. Wat korte termijn fijn is natuurlijk, maar ja. op de lange termijn, zoals we vaker noemen, pijn geeft. Dus als jij telkens bang bent om die interactie aan te gaan, telkens bang bent om, ja, noem maar wat, naar de supermarkt te gaan, dan wordt het probleem alleen maar groter. Zeker. En voordat we een brug maken naar wat je kunt doen hiermee... dat heb je natuurlijk ook deels meegebracht... ik kan me ook voorstellen dat de opvoeding een grote rol heeft. Wat, uh, hoe, hoe is jouw ervaring daarin? Wat voor, wat, wat voor rol heeft de opvoeding bij het doemdenken of catastroferen? Ja, dat kan zeker een grote rol hebben. Dus wat je vaker ziet... is dat op het moment dat iemand um, een hele angstige ouder uh, heeft of, mm -hmm. of had... Um, dat dan eigenlijk bij hele normale situaties zoals in de zandbak spelen of in een boom klimmen of eigenlijk wat voor uh, normale dingen dan ook als kind als dan een ouder de hele tijd denkt van hé, hey, pas op pas op want er zitten misschien wormen in of je wordt vies of uh, je kan uit die boom vallen eigenlijk um, een soort van ja overmatige bezorgdheid en dat je een ongeluk in een klein hoekje ziet dan neem je dat wel mee dat je in, in je dagelijkse leven dat je daarin dus ook um, Bezorgd moet zijn of dat er allemaal gevaren kunnen zijn. Dus je alarmsysteem wordt scherper afgericht omdat je altijd vertelt is dat je overal eigenlijk moet uitkijken of oppassen. Precies, precies. En dat kan dus heel erg uh, dat, dat kan heel erg tekenend zijn voor ook hoe je jezelf ziet. Dus eigenlijk vanuit de overtuigingen van je ouder, dan krijg je heel erg bij jezelf ook. Dat bepaalt voor grote mate hoe je jezelf ziet, hoe je anderen ziet en de wereld ziet. En dat is ook in het kader van um, tweede generatie trauma bijvoorbeeld. He, op het moment dat je ouders zich heel erg achtergesteld hebben gevoeld. of heel erg buitengesloten hebben gevoeld. door een andere bevolkingsgroep. dan krijg je eigenlijk van jongs af aan vaak al mee. van hé, hey, een beetje dat wij, zij denken. En dat je moet oppassen voor die andere groep mensen. die dan eigenlijk ook weer verkeerde dingen tegen je doen. En dan ga je daar misschien zelf ook weer naar leven. He? Dat je dus ook zelf je anders gaat opstellen. of anders gaat reageren, omdat je bang bent. omdat je van je ouders eigenlijk hebt meegekregen van hé. Hey, wij worden achtergesteld, wij worden gediscrimineerd, dus pas op. Ja, zo ontstaat dan ook waarschijnlijk die transgenerationele woede, hè. Die boosheid dat je denkt van, hé, hey, maar dit is iets wat honderd jaar geleden hadden wij een probleem met elkaar. En ja. nu nog steeds wordt dat dan aangesproken door je ouders. Is dat zeg maar ingeprint in je brein als van, hé, hey, zij zijn de tegenstanders, zij zijn gevaarlijk. Ja. Toch wel jammer. En ik denk dat dat ook misschien de reden is dat we nooit in een, in een ja, in een... In een in een, op een aarde zullen leven waar volledig vrede heerst. Nee. Omdat wij, wij mensen zijn te complex daarvoor. Ik denk Ons brein is te complex en is te afhankelijk van onze ouders en de lijnen daarvoor. Dus dat is wel ontzettend interessant. Dus inderdaad, wat je zegt, is inderdaad onze, de opvoeding... Die, 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 die installeert eigenlijk een soort van gedachte in je brein. En dat maakt dus of jij extra... Resultief doen... bent, ja, voor... precies. Doe hem denken. voor eventueel en bijvoorbeeld als je in een favela in Brazilië bijvoorbeeld opgroeit, dan is dat ontzettend nuttig hè? dat je moeder bijvoorbeeld zegt van hey uh, João, je moet niet zomaar in, in die straat lopen want, het, want je kan zomaar overvallen worden. Ja. Nou in die setting is dat inderdaad echt behulpzaam. Het zorgt voor een betere overleving want in favelas kun je in iedere straat gewoon zomaar overvallen worden omdat het best gevaarlijk is. Maar als jij in een lukje broek opgroeit en je moeder die, die, die zegt dat ook van kijk uit waar je loopt want op tv heb ik gezien dat, uh, dat dat, dat er zomaar iets kan gebeuren, ja, dan is dat, is dat, is dat niet zo ja. nuttig, zeg maar. Dus dat is wel interessant. En we waren bezig met een brug bouwen naar wat kun je hier nou mee doen? Of jij wilde nog iets tussendoor. De... Ja, want we hebben het net eh, natuurlijk vooral voor angst gehad. Maar dit is ook iets wat we regelmatig terugzien bij depressie. Mm. En eh, de, nou, de oorzaak van een depressie die is natuurlijk anders dan bij angst. En in die zin ook minder met de toekomst en het doemdenken. Um, maar wat je bij een depressie dus ook vaak ziet is dat je dus ook catastroferende gedachten kan hebben van, hé, hey, dit komt nooit meer goed, ik word nooit meer beter, um, alles, gaat, uh, alles, alles wordt vreselijk, ik, ik, ik overleef dit niet, um, uh, het wordt eigenlijk nooit meer beter. Dus dat hele ja. doemdenken in het kader van depressie is echt gewoon zo'n zwarte wolk, waardoor je dus heel erg geneigd bent om te denken van, hé, hey, um, het komt nooit meer goed. Dus wat ja. ik vaker zie, ook bij cliënten, die hebben dan. Hè, die komen dan op een moment bedenken van... hé, hey, ik heb hulp nodig. Um, en die gaan dan zoeken naar hulp. En dan ga je bijvoorbeeld naar de huisarts... of je gaat naar een psycholoog... of je bevindt je in het uh, alternatieve circuit. En op het moment dat je een paar dingen hebt geprobeerd... van gezond eten en uh, beter slapen en... Uh, supplementjes. Supplementen. En, 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 en dan, wat, wat je vaak ziet is dat mensen al meerdere dingen hebben geprobeerd... voordat ze überhaupt bij een psycholoog terechtkomen... Ja. En als al die dingen al niet hebben geweerd. Ge, ge, als al die dingen niet hebben gewerkt de... of geholpen, dan kan dat al een soort van een reden geven tot een katastroferende doemgedachte. Van ja, ik heb al zoveel geprobeerd. Ik heb al naar buiten proberen te gaan. Ik heb met mensen afproberen te spreken. Ik heb supplementen geprobeerd. Ik heb vitamine geprobeerd. Ik heb geprobeerd te sporten. Maar het lukt allemaal niet. Dus het, dus het komt nooit meer goed. Ja. ja, en dat is best beangstigend voor je brein, hè? Ja, en wat ik ook heel vaak tegen cliënten zeg is, kijk. Op het moment dat jij en dat noem je de stemmingscongruente bias... dat is als we toch in denkfout en dergelijke zitten, kijk op het moment dat jij in een bepaalde staat van je brein zit of een bepaalde emotie heel erg overheerst, dan opent dat als het ware een luikje naar alle herinneringen waarin je ook zo hebt gevoeld. Is dus dat op... onderbewustzijn eigenlijk, hè? Ja, precies. En dat heeft gewoon zo'n sterke link. Je herinneringen met je emoties, die zijn zo sterk aan elkaar gekoppeld. Dus je kan je ook voorstellen dat als jij depressief of somber bent en je voelt je echt enorm kloten. En op het moment dat jij je dan zo slecht voelt, dan opent dat ook een luikje naar alle andere momenten dat je je ook zo slecht hebt gevoeld. Want ja, op school ging het ook niet goed en met je ouders gaat het niet goed en vrienden begrijpen je niet en je partner daar is het mee uit. Dus waarom zou het überhaupt ooit goed komen? En alles wat je hebt geprobeerd heeft niet gelukt. Ja. En dan denk je van, hé, hey, het komt nooit meer goed. Wat precies. heeft het nog voor zin? En dat is echt, echt brandstof voor die depressie. Hè? Want die wil gewoon lekker uh, in die donkere wolk blijven. Ja, precies. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat dit soort processen vaak ook onbewust gebeuren. Hè? Dus mensen hebben het ook misschien niet door dat ze bijvoorbeeld depressief zijn. We zien het ook heel vaak bijvoorbeeld bij onze depressiecheck. Um, dat is een check waarin je dus wat vragen moet beantwoorden en daaruit een score komt. En aan de hand daarvan jij kan zien van hey, hoe, 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 op welke schaal jouw depressie zich eigenlijk uit. En we zien ook geregeld terug dat mensen dat dan invullen. Mensen dan denken van, oh ja, ik voel me niet zo lekker, weet je wat, ik vul hem in. En dat er dan toch een hogere score uitkomt dan dat ze hadden verwacht. Dus het, is, dus het stereotype beeld van, hey, ik voel me depressief, ik weet dat ik depressief ben, dat is ook heel vaak niet het geval. Mensen hebben het niet door. En als jij thuis zit en denkt van, hey, ik herken dit, of ik zit ook niet lekker in mijn vel. Eh, je kan altijd gratis en vrijblijvend ons depressiecheck invullen op www.christenijsja.nl slash depressiecheck. En daarom kun je zelfs nog aanvinken van of je wilt dat we meedenken met jouw scenario. En dan uh, kunnen we dat vrijblijvend doen. Maar uh, ja, toch wel heel interessant, inderdaad, dat ons brein in, in, eigenlijk in clusters denkt. Hè, dat we, en, en je ziet dan ook bijvoorbeeld dat sommige mensen dan iets meemaken. en dan gelijk bijvoorbeeld suicidaal worden, of heel erg diepe, intense. Uh, verdriet naar boven komt. Terwijl je denkt van hetgeen wat je nu hebt meegemaakt, is niet zo heftig dat je dat gelijk hebt. Mm. Maar dat is gewoon omdat ons brein bepaalde clusters en neurale paden heeft en soms associaties heeft met bepaalde clusters uit het verleden en dan ineens hele heftige emoties kan opbrengen. Terwijl je denkt van hé, hey, ik, ik heb gewoon nee gehoord en that's it. Als je er ja. heel rationeel over nadenkt, maar zo makkelijk is het uh, niet. Ja. Zullen we dan overgaan naar weer de vraag? Hè? Want we hebben, de, hebben, even kijken, dus als ik iets doe, dan ga ik altijd van het ergste uit en dat maakt me angstig en een beetje depressief. Waarom doe ik dit? dit? Misschien, <coughs> ik denk dat we het antwoord wel hebben uh, gegeven, maar wat, wat zou je thuis kunnen doen als je luistert en denkt van hé, hey, ik ben ook echt een doemdenker? Wat, uh, wat zouden mensen zelf alvast kunnen doen thuis om dit te verminderen, dat doemdenken? Ja, je zou allereerst uh, wees je ervan bewust. Hè? Dus op het moment dat je aan het doen denken bent, we hebben de neiging om te geloven dat alles wat we denken, dat dat ook de waarheid is. En dat is ook een gedachtefout, Want je gedachte staat niet gelijk aan de waarheid. Je gedachte is gewoon puur een constellatie van een verwachting, een interpretatie op basis van wat je eerder hebt meegemaakt en verwacht in de toekomst te gaan meemaken. Dus het is, het is eigenlijk gewoon al een gedachtefout om te denken dat je gedachte de waarheid is. Dus wat je eigenlijk wil doen, is je wil gaan kijken van hé, hey, wacht, hier ben ik bang voor. Uh, wees ook niet bang om heel concreet te maken waar je precies bang voor bent. Dus ook bijvoorbeeld die cliënt die ik heb gehad, die dan uren per dag aan het piekeren was en helemaal uh, angstig werd. Haar doemgedachte als je dan doorgaat vragen van hé, hey, waar ben je nog meer bang voor? Waar ben je nog meer bang voor? En als dat waar is, waar ben je dan bang voor? Die was dus inderdaad bang dat door het piekeren dacht ze van ik stop nooit met piekeren. En als dat gebeurt, dan ben ik bang dat mijn relatie eronder leidt. En als die relatie eronder leidt, dan was ze bang dat het uit zou gaan met haar partner. En dan was ze dus bang dat ze dus ook haar baan zou verliezen en dat het uit zou gaan. En dat ze dus dan, als het ware, dat het zo slecht zou gaan, dat ze dan opgenomen zou worden in een kliniek, omdat eigenlijk haar hele basis zou verdwijnen. De relatie zou uitgaan, de baan zou ze verliezen, de ouders zouden geen grip meer op haar krijgen en ze zou medicatie moeten gaan slikken in een gesloten inrichting. Um, dus probeer op te zoeken van, hé, hey, waar ben ik precies bang voor? En stel de vraag achter de vraag. En dan zou je eigenlijk, theoretisch gezien, zou je gewoon een, een, uh, de ultieme angstgedachte, die wil je dan eigenlijk noteren. Dus in haar geval opgenomen worden in een psychiatrische inrichting. En dan wil je eigenlijk alle stappen daarvoor op gaan schrijven. Wat heb je nodig om daar te komen? Oké. Okay. Dus inderdaad. <clears throat> um, uh, dat, de, in dit geval, dat, de, dat de behandeling bij mij niet zou, heb, niet zou werken. Wat is de kans dat het niet werkt? Um, nou, vervolgens, als de behandeling bij mij niet werkt, wat is de kans dat het uitgaat? Wat is de kans dat de baan opgezegd wordt? Wat is de kans dat ze um, daadwerkelijk um, psychotische verschijnselen dus, zou krijgen omdat, het, omdat de grond onder de voeten vandaan wordt gehaald? Wat is dan de kans dat je inderdaad op het moment dat je mogelijk psychotisch wordt. Dat, je, dat het zo erg is dat ze je niet ambulant begeleiden. Wat is dan de kans dat je een rechterlijke machtiging krijgt? Wat ja. is de kans dat die ingewilligd wordt? Wat is de kans dat je niet in een open inrichting komt waarin je nog zelf je zeggenschap hebt? En wat is dan de kans dat je in een gesloten inrichting komt? Bij kansenberekening moet je het vermenigvuldigen met elkaar. Ja. Dus dan, <laughs> uh, dan komt er een heel laag getal uit, denk ik. Ja. Een heel laag getal. Dus ik had ook bijvoorbeeld een cliënt, daarin had ik ook diezelfde techniek. Die was heel erg bang. Um, die, die had nare dingen in haar verleden meegemaakt. Die had um, ja, gewoon echt nare dingen meegemaakt. Uh, echt vertrouwen diep geschonden. En die was dus heel erg bang dat zij dus um, thuis um, aangerand of verkracht zou worden door een in inbreker. Ja. En dan denk je ook inderdaad van, hey, dan ga je ook kijken van, hey, hoe reëel is die angst eigenlijk nu? En dan, dan ga je echt gewoon letterlijk kijken van, hé, hey, uh, want er was bij haar buren volgens mij uh, ingebroken. Dus dat activeerde die angst heel erg. En dan ga je kijken van, hé, hey, wat is de kans dat er ingebroken wordt? Hè? Wat is de kans dat iemand op je balkon komt? Wat is de kans dat inderdaad de lamp niet aangaat van het balkon, want het was een automatische lamp? Maar ze had ook een Rottweiler thuis. Wat is de kans ja. dat, dat die inbrekers <laughs> binnenkomen, ondanks dat er een hond is? Ja, dan is vervolgens weer de vraag van, hé, hey, wat, wat is de kans dat, uh, dat zij die hond in ieder geval uh, weghouden? En dat ze dan niet gewoon uh, dat ze inbreken als ze niet thuis is. Wat is de kans dat ze dan nee. als ze thuis komen niet gewoon wat spullen pakken en dan weer weggaan? Wat is de kans dat zij zich niet kan verweren? Dus uh, wat is de kans dat haar partner niet thuis is? Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, iets wat in het begin als super reëel voelt, want er is natuurlijk bij de buren ingebroken. Nou, je kwam uiteindelijk uit op uh, wat 1 op een miljoen. Ja. Dus de kans was misschien iets van 7 op een miljoen dat er bij haar zou worden ingebroken. En één op een miljoen dat er zou worden ingebroken. En dat daadwerkelijk op het gebied van uh, seksueel misbruik iets met haar zou gebeuren door die inbreker. Ja, ze heeft zelfs de kans, uh, kansen nog lager gemaakt door een rotweiler te hebben, slash aanschaffen. Wat misschien ook een angstaankomen was. Dus ja. dat is super interessant, inderdaad. Dus, dus uh, inderdaad, wat je zegt is van hey, breek thuis even de kansen uit. Maar je moet daarvoor wel eerst natuurlijk naar de kern komen. En dat kan je dus doen door vijf keer waarom te vragen bijvoorbeeld. En ja. zelf van waarom je iets doet, waarom je dat doet en waarom heb je dat. En ik kan me ook voorstellen dat als je thuis zit en denkt: van ja, maar waarom doe ik dit? Ik weet niet precies waar dit vandaan komt. Um, we hebben onder andere een kerntraject, wat ontzettend interessant is. En dat is eigenlijk een traject waarin we in plaats van symptoomgericht naar je klachten kijken, kerngericht kijken naar je klachten. Dus we kijken naar wie jij bent, hoe jouw omgeving was. We maken een levensnetwerkanalyse, we maken een breinanalyse. We maken dus een analyse waarom jouw brein bepaalde klachten genereert. En daar kom je vaak uit bij een bepaalde kern, bij bepaalde dingen die je vroeger hebt meegemaakt, die vervolgens eigenlijk de kern zijn van de klachten die jij nu 30, 40, 50 of 60 jaar later ervaart. Yes. Dus mocht je thuis denken van, hé, hey, ik ben benieuwd en misschien zit het bij mij toch een bepaalde, is er iets gebeurd in de kern waardoor ik die klachten heb, kunnen we altijd met je meedenken. En voor meer informatie kun je kijken op www.christinajsen.nl slash kerntraject. En dan... Uh, wil je meer informatie opvragen? Ja, dus dat is eigenlijk heel mooi wat je zegt. En dat is ook precies wat we doen. Dus bij die vrouw die bijvoorbeeld bang was voor een inbreker. Je kan dan door middel van jezelf te trainen. Van hé, hey, ik ben aan het denken En die kans is eigenlijk heel erg klein. Dat kan zeker al wat verlichting geven. Maar vaak als je echt naar die kern van de angst waar je echt bang voor bent. Dan komt er ook wel heel veel informatie over vrij. Dus bij deze mevrouw. We hebben dus bijvoorbeeld echt die was op jonge leeftijd misbruikt. En dan ga je eigenlijk op het moment dat je naar die kern toe gaat... en dat je dat trauma gaat behandelen... dan lost de rest eigenlijk ook vanzelf op. Dus dan kan je aan de ene kant kijken van... hé, hey, die doemgedachte en dat catastroferen, daarin geven we al uh, wat tools mee. Zodat mensen minder angstig hoeven te zijn. Maar soms hoor, ik, hoor je ook van mensen terug van... hé, hey, ik weet wel dat het onrealistisch is. Ik weet wel dat ik mezelf dit aanpak, maar toch voelt het zo. En als je echt naar dat gevoel wil gaan van... hé, hey, waarom... Voel ik me zo angstig of ik weet dat het eigenlijk een beetje onzin en gedachtenfout is in mijn brein. Maar het voelt toch heel erg reëel voor mij. Dat is vaak wel een teken dat je dus naar de kern moet gaan. Omdat er dan ja. dus onbewust of in je opvoeding of in de dingen die je hebt meegemaakt... is er gewoon heel veel gebeurd waardoor het leven voor jou onveilig voelt. En dan moet je terug naar dat onveilig gevoel. Ja. En van daaruit kan zo'n gedachtenfout, kan je dat wel weer goed tackelen. Ja, en ook goed om toe te voegen... <tus> En heel veel mensen ook die voordat het kerntraject inging, die zeiden van hé, maar mijn jeugd was gewoon prima. Was ja. oké. Okay. Maar wat ik ook altijd zeg als jij uh, denkt dat je geen skelet in de kast hebt, dan heb je hem nog niet gevonden. Want iedereen maakt dingen mee in het verleden. Iedereen maakt iets mee wat je tekort komt of wat, wat, je, wat, wat eigenlijk jou is aangedaan en wat onterecht is. Iedereen maakt dat mee. Je kan niet zeg maar een, 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 een rein, rein verleden hebben. En dan klachten krijgen uit het niets. Dat, dat, er is altijd wel iets wat jou triggert. En dat hoeft niet ernstig te zijn. Hoeft niet zeg maar, extreem te zijn. Maar het kan ook iets mild zijn. De aandacht die je niet kreeg. De liefde die je niet kreeg. Of de verzorging die je niet kreeg. Dat kan ook al zeg maar, een impact hebben op je, leef, uh, op je leven. Dus mocht je daar meer in, in, uh, informatie over willen hebben. Kijk dan op onze website. slash kentraject. En voor nu denk ik dat we de vragen beantwoord uh, tip van de week is dus inderdaad dat je de kans moet gaan berekenen dat je angst ook daadwerkelijk uitkomt. Met alle stappen van dien. Ja, en maar... vijf keer vragen: waarom, waar ben ik nog meer bang voor? Waarom ben ik hier bang voor? Ja, de vraag precies. achter de vraag stellen om naar de kernangst te gaan. Precies. Probeer dat en, uh, en uh, laat ons vooral weten hoe dat gaat in de comments. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal, vergeet dat ook vooral niet te doen. Dat helpt ons enorm. Om te groeien, maar dat helpt ook dat mensen die dit nodig hebben of deze informatie nodig hebben, dat die die ook krijgen. Dus vergeet niet een duimpje achter te laten. Vergeet niet een reactie achter te laten en niet te abonneren. Ik denk dat we dan uh, aan het einde van deze podcast zijn terechtgekomen. Ik heb het overleefd met mijn neus. Ik moet wel zeggen dat het echt. Uh... Kantje boord was telkens. Ja, dus onze podcast gaat niet failliet uh, bij deze. Nee dus, uh, nee, dus als ik zou catastroferen, inderdaad, zou het uh, meegevallen zijn. En dan zou de tip van de week ook zijn: doe het gewoon. Want heel vaak va valt, valt het dus allemaal mee. Ik wil jou bedanken voor je aanwezigheid, Aisha. Jij ook? Ja, graag gedaan. En uh, dan zou ik zeggen voor de luisteraar: tot de volgende week dan maar weer. Tot volgende week.